voor mijn vlog vandaag ben ik bij de brandweer op Schiphol. Yes. Nou, we hebben vandaag een groep manschappen in opleiding. Dus die worden brandweerman. Ze zijn nu bezig met vliegtuigbrandbestrijding. Ze worden speciaal opgeleid voor Schiphol. Ik ben benieuwd. Ja. Ik heb net gesproken met Alex van de brandweer. En hij heeft mij verteld dat ik eerst mee ga kijken bij een oefening van de brandweer. En dat ik daarna misschien zelf mag deelnemen. Hoi. Hoi. Je had een pak nodig, hè? Ja, ik heb een pak nodig volgens mij. Loop je met me mee dan? Ja, dat is goed. Okay. Nou, je krijgt een helm. Ja. Gaan we proberen te regenen. De schoenen. Een pak met een bretels en een jas. Bretels. Ja. Inmiddels heb ik een echt brandweerpak gekregen. Inclusief een helm. De jongens zijn allemaal klaar om zo meteen uit te rukken. Ze hebben nu allemaal hun brandweerpak uit en moeten dadelijk vliegensvlug hun pak aan en allemaal naar de brandweerauto rennen. Ik mag mijn brandweerpak gelukkig aanhouden, want als ik die binnen 30 seconden aan zou moeten doen, dan denk ik dat de mensen in de brand het niet gaan overleven. Ik hoor een hele platform, fors groot. Wij kregen helikopter, brand, 3 personen aan boord. Is hier dus een fikse brand aan het woeden en ze zijn nu bezig met blussen. Situatie was een crash, kerosinelekkage. Nou, die kerosinelekkage hebben we gedicht. Nu is dat stabiel en nu zijn ze nog bezig met een redding van de persoon in de personenauto. Oh, er zit ook een persoon in? En we kunnen nog even dichterbij kijken. Ik mag nu zelf ook even de brandweervrouw uithangen. Ik mag zelf met de brandweerslang aan de gang. Hou goed vast, hè? Fijn kijken. Hou maar blijf staan. De brandweermannen in opleiding zijn nu bezig met een grote brand bij de Firefly te blussen. Mondkapje gekregen zodat ik misschien zo meteen ook aan boord kan. Ik sta hier nou in de Firefly en er is best wel veel rookontwikkeling hier. En ja, ze zijn dus bezig met slachtoffers hier te zoeken. En ja, er zijn net al een paar slachtoffers naar buiten gebracht. Dat was echt ontzettend gaaf. Een rokend vliegtuig binnengaan, helpen met het doorknippen van een stoel waar een man een pop onder lag en uiteindelijk die pop mee naar buiten toe dragen. Echt petje af voor deze mannen, want het is echt ontzettend zwaar. Maar ja, het is maar net wat je gewend bent, denk ik.